hebben ongeveer 4000 mensen die we landelijk inzetten voor de NSS. Op Schiphol betekent dat dat bijvoorbeeld de grenscontroles geïntensiveerd worden. We hebben herinvoering van grenscontroles op vluchten binnen Schengen. Dat doen we steekspoesgewijs. De reiziger kan geconfronteerd worden met controles die ze voorheen niet zagen. Bijvoorbeeld mensen die vanuit Spanje of Frankrijk terugkomen en zien mogelijk weer marechaussées aan de gate staan als het vliegtuig aankomt. Natuurlijk proberen we de mensen zo snel mogelijk langs controles te laten gaan. En met name als er mensen zijn die kwaad van zin zijn om die tegen te houden, daar is het natuurlijk op geënt. We zijn natuurlijk al maanden bezig om dit evenement voor te bereiden, hè, en ook de veiligheidsoperatie. En het betekent natuurlijk dat onze mensen van de politiedienst, onze speurhonden die we inzetten, we zorgen ervoor dat op de momenten dat het erop aankomt dat er voldoende mensen zijn, dat iedereen zo snel mogelijk wordt gecontroleerd. We willen niets aan toeval overlaten, dus daar is nauwe samenwerking met onder meer de luchthaven.